Zo, een dag streetfishing met Camiel van Dijk van Raven, Lelystad. Ja. Jeetje, wat heb je allemaal bij je? Wat heb ik allemaal bij me? Ik heb een shedhengel bij me. Een wat strakkere hengel, gewichtsklasse 7 tot 28 gram. Puur alleen maar voor het loodkopvissen. Vind ik heel fijn. En ik heb een iets zachter hengel bij me, een zachtere top. Kan ik met dropshotten, kan ik Carolina Rig, Texas Rig mee doen. Waar ik zelf de voorkeur aan geef zijn wat grotere molens. Ik zie heel veel mensen met duizendjes lopen sjouwen. Vind ik voor het werpen en dergelijke vind ik het niet wat. Ik pak minimaal 2500. Dunne lijntjes, 800ste. En waarom een grotere molen? Grotere molen werpen verder. Je hebt een wat grotere spoel, dus je hebt wat vliegwielwerking in je spoel zitten op het moment dat een slipstone moet starten. Want er gebeurt ook al dat je snoek of een roofblij haakt. Ja, dan is het wel handig dat je wat sneller start dan de slip hebt. Ja, zeker. Okay. En de inhaalsnelheid van de wat grotere molens is meestal wat hoger. Is even wennen, maar went goed. Voor de rest een eenvoudig schepnet uit de witviscategorie. Snel droog, nylon materiaal, blijft geen dreg in hangen. En een uitschuifbaar steeltje. In dit geval zijn de kanten niet zo hoog, dus ik heb 2 meter steel bij me. De 4 meter ligt nu in de auto. Oké, dan heb je nog een mooie schoudertas. Ik heb nog wat bij me, ja. Een Fox Raid. Een rommelbox. Maar ook zo'n belangrijke rommelbox. Beetje in de gaten houden dat je de groenkleuren apart houdt. Met name de Fox groenkleuren. En de Sensui sets, die geven nogal af op andere sets. Soms kan het ook een heel mooi effect geven. Ik weet niet of ik dat 1, 2, 3 hier zo in de buurt heb. Hier is een heel leuk voorbeeldje van een Fox set zoals Fox hem verkoopt. De onderste. En de bovenste heeft heel lang tegen de Lemon Tiger sets aangelegen. Hey. Hij wordt er een stukje geler van. En niet minder van krachtig daardoor. Juist een mooi effectje. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, de kapotte sets, normaal gooi ik ze netjes weg. Alleen als deze kapot gevist zijn, ik knip ze in stukjes, ik duw ze in een zakje. En ik doe er wat lichte kleurige setjes bij. Dan kan er helemaal die kleur in trekken. Voor de rest een goed aantal loodkopjes. Meestal van 14 tot en met 5 gram. Krijg je eigenlijk iedere startsituatie wel mee tackelen. Wat dropshot loodjes, in dit geval tungsten. Lekker klein. En toch genoeg gewicht. Wat kreefjes. Ja, het bekende werk. Eigenlijk waar je niet zonder kan zitten. Mooi. Maar ik vind één tacklebox altijd genoeg om mee te sjouwen. Je sjouwt er gauw te veel gewicht bij je. Ja. Dus ik vul hem liever nog een keer bij uit de auto en het voorste vak. Verdwijnt hij netjes in. Netjes. En lekker mobiel aan de slag kunnen. Ja, zeker weten. En nog een klein bakje. Het bekende kleine spul. Kraaltjes voor de Carolina Rig. Eventueel wat tungsten kraaltjes. Clipjes. Krimpkousjes. Echt om kleine dingen kunnen uitvoeren. Een assortimentje dreggen en een assortimentje stingers. Oké. Okay. Nou, thanks. Roofmeisjes, als je vragen hebt over streetfishing of vistechnieken. Lelystad. Lelystad, ja. En vraag naar Camiel van Dijk. Helemaal goed. We'll be right back.